staalblauwe ogen en een soort van gebeeldhouwde kop. Een He-Man eigenlijk. Maar je blijft toch altijd nog met het gevoel zitten, ja, maar wie was die man nu echt? Maar er zijn natuurlijk ook moordenaars waarvan wel bekend is. Jeffrey Dahmer, als ik me niet vergis, bijvoorbeeld, durfde wel eens een stukje mensenvlees eten. Dus, Ik denk dat het misschien wel het mooiste diertje is op deze planeet. De grote Don Vitalski radioshow. Een radioprogramma over alles. Hi, I'm Chucky. Wanna play? Dames en heren, beste luisteraars die met veel plezier aan het luisteren zijn naar dit programma. De NVA, die bestaat ook in de Verenigde Staten, maar dan als de NVA, de New Vietnamese Army. En daarom is het belangrijk om te weten, als je naar Vietnam gaat, dan moet je weten, in Vietnam wordt het als een belediging ervaren als je je vingers kruist. Bij ons is dat juist iets heel erg positiefs. Als je bij ons je vingers kruist, dan wil je daarmee zeggen, op hoop van zegen, laten we hopen dat het goed komt. Maar in Vietnam zijn gekruiste vingers precies even brutaal als een opgeheven middelvinger. Opgeheven middelvinger is dan weer een uitvinding van middeleeuwse ridders uit Engeland. Bijvoorbeeld, denk de echt bestaand hebbende Robin Hood, geboren rond 1230. De ridders in Engeland waren namelijk uitzonderlijk bekwaam in het pijl- en boogschieten. Dus als de vijand, waar meestal de Fransen, weer afdroop na een zoveelse nederlaag, dan staken die Engelse boogschutters hun middelvinger naar die vijand op, omdat die middelvinger bij het pijl- en boogschieten natuurlijk zo belangrijk was. Terwijl het ritueel van de gekruiste vingers, dat is dan weer een uitvinding van het Bijbelse Israël, omdat in antieke tijden Israëlische rechters nooit echt iemand ter dood mochten veroordelen. Alleen God mocht over leven en dood beslissen. Dus als die rechter dan toch zei, die man moet worden onthoofd, dan hield die rechter, terwijl hij dat vonnis uitsprak, dan hield hij achter zijn rug zijn vingers gekruist. Om dus te zeggen van, ik zeg nu wel dat die man dood moet, maar eigenlijk heeft God het laatste woord. Wat voor die ter dood veroordeel natuurlijk een schrale troost moet zijn geweest. In Saoedi-Arabië is er onlangs nog, in het jaar 2020, een dief ter dood veroordeeld door kruisiging. En hiermee is voldoende gezegd in ons radioprogramma Over Alles. Zometeen wandelen voor onze tweede aflevering binnen in de treinwagon van Johan Braakman, die kennen we nog van vorige week. Maar eerst luister om jullie geduld op de proef te stellen naar een liedje van mijzelf. Zijn het lachen voorgoed verleend?
zou ze niet meer weten. De handschoenen die je aan had toen je me zoende beneden bij de brug. De wonderlijke woorden die je sprak, ik denk er niet meer aan terug. Ik herinner mij zelfs amper nog jouw ogen. Zonder jou. Maar als ik aan jou terugdenk, het mag niet, maar als ik aan jou terugdenk, kruimelen hel en hemel voor mijn voeten neer. O, kom jij niet meer naar me terug, dan hoeft het voor mij niet meer. De hemel bestaat terdege, alleen het formaat valt tegen. Behalve wanneer het gaat om het formaat van het brein van professor Johan Braakman, meester in de wetenschap der mensenkunde. Hier in zijn prachtige wagon staat er een waarachtig geraamte in de hoek. Er branden enkele kaarsen en de goeie man zelf is bezig met lezen in 15 boeken tegelijkertijd. We zijn al een tijdje in deze trein aan het bollen en we zijn zelfs Zwitserland gepasseerd. Maar het is mij opgevallen, professor Braakman, dat jij in Zwitserland jouw raampjes dicht deed. Hoe komt dat? Ja, het is niet erg een rationele reflex van mijzelf, moet ik toegeven. Maar het zit dus zo dat ik lang geleden, toen ik een jonge tiener was, ben ik wel eens op vakantie geweest in Zwitserland. Dat werd toen georganiseerd door de mutualiteit op een of andere manier. Ik weet niet of dat nu nog bestaat. Ik denk dat wel. Ja, enfin. En mijn moeder had mij daarmee naartoe gestuurd. Dat was al tegen mijn zin in feite, dat sprak mij niet aan. En ik heb daar toen, samen met andere jongens natuurlijk, dat op zich beviel mij wel. Ik was geen asociale tiener of zo, ik amuseerde me wel met mijn leeftijdsgenoten. Maar wij hebben daar dan 10 dagen eigenlijk continu bergtochten moeten maken. Is dat leuk? Nee. Ik had daar een hartsgrondige hekel aan. Ik wou mij gewoon amuseren in het dorp, zoals de meeste anderen eigenlijk ook. Maar wij moesten dus morgens, dat was bijna militaire drill, al heel vroeg op. En dan moesten we de bergschoenen aandoen en die moesten gepoetst worden. En dan met een rugzak, met volgestopt met eten en drinken. We waren gewoon de hele dag de bergen in aan het rondtrekken. Zou jij vandaag de dag nog steeds nee zeggen tegen bergwandeling? Absoluut. Ik heb daar helemaal niks mee. Ik begrijp dat niet. Begrijp jij wel dat Friedrich Nietzsche, dat hij zijn bergwandelingen moest doen, omdat hij dan al wandelende af en toe een goed idee kreeg en dan ging hij op een boomstronk zitten, ja, om zijn aforisme te noteren. Ja, dat is zo'n mooie manier van schrijven. Ja, ook. Ik weet hoe dat werkte bij Nietzsche en ik vind dat prima als andere mensen, maar ik zit liever gewoon thuis in mijn bureau, maximaal. Maar als je nu in de verte een berg ziet, ben je dan niet benieuwd wat er achter die berg is? Nee, helemaal niet. Het is ook wel zo, wij kunnen dat van tegenwoordig opzoeken, nietwaar? Ja. Dus ik lees wel graag boeken over exotische plaatsen en reizigers en verslagenen. En bijvoorbeeld Darwin heeft een prachtig boek, The Voyage of the Beagle, geschreven, waarin hij zijn reis van 5 jaar, waarin hij daar verslag over doet. Schitterend boek. Maar ik heb daar zelf helemaal niet zo'n behoefte. Ik vind het een heel gedoe. Ja, de 19e-eeuwse Franse schrijver Gustave Flaubert die zei wel eens, ik wil op reis gaan door in de zetel te blijven zitten terwijl de wereld voorbij trekt. Dat is eigenlijk wat ik ook nastreef. Je kent misschien die uitspraak van de theoloog, wiskundige, filosoof Blaise Pascal in zijn Pensées. Die zei, ja, de menselijke miserie komt voort uit het feit dat we niet gewoon op een stoel kunnen blijven zitten thuis. En ik denk dat daar veel waarheid in zit. Gegroet, dames en heren. Kijk eens hier, we wandelen binnen in de wagon van Kimberly Clice. Of moet ik zeggen Little Kim? Je mag dat zeggen, maar op de trein ben ik toch maar gewoon Kimberly Clice, ja. En de naam Little Kim, is dat de naam van een band of van jou als zangeres? Ik heb die naam gekregen toen ik in 2008 enkele mannen leerde kennen die helemaal weg waren van de Western Swing. En ik zocht een band om
country, western, swing, Americana mee te brengen. En na een jaar repeteren konden we buiten komen met ons repertoire en dan zochten we nog een naam. En die is dan uitgekomen op Little Kim and the Alley Apple Tree. Nou ja, dus Little Kim is niet de band, dat ben jij solo. Ja. Wat is Western Swing? Wat is dat eigenlijk? Western Swing is een Amerikaanse oude muziekstijl die voortgegaan is uit de jazz, werd eigenlijk ontstaan. En heel vrolijke, op tempo muziek, gitaar. Muziek met wat lapsteel bij. En, zijn er bekende performers in dat genre die wij allemaal zouden kennen? Ja, Hank Williams was alleszins een bedrijver van de Western Swing. Dat is dan een broertje of een neefje van de blues, hè? Want Hank Inderdaad. Williams is ook echt een bluesman. Hè? Ja, Little Kim doet ook denken aan Little Eva. Mm-hmm. Is dat niet de zangeres van Doodle Locomotion? Ja, inderdaad. Ja. En je bent ook niet heel groot, hè? Hoe groot ben je? Ik ben 1,56 meter, vroeger een half, maar ik denk dat ik dat halfje misschien al ben kwijtgeraakt. Maar dan ben je een centimeter groter dan Lady Gaga. Is het echt? Ja. Wauw. Zeg, Little Kim of Kimberly Clijs, hier in jouw wagon, want ik heb al veel dingen gezien op deze trein, maar dit is nieuw, heb je een aquarium meegebracht. En in dat aquarium van jou zitten er zeepaardjes. Het programma over alles moet over zeepaarden gaan, want dat zijn merkwaardige dieren. Hè? Ze zijn prachtig. Ik denk dat het misschien wel het mooiste diertje is op deze planeet. Een zeepaard is zo tijdloos, hè? Ja. En zelfs als het dood is, kan het heel, heel lang bewaard worden, hè? Ja, het vergaat niet, waar. Hè? Zijn schoonheid is onvergankelijk, hè? Want een zeepaardje bestaat voor heel veel procent uit gewoon bot. Ja. Of wat is het? Ja. En daardoor is een zeepaardje ook minder eetbaar. En dus niet zo'n gemakkelijke prooi voor andere roofdieren. Inderdaad, het trekt zijn plan. Het wordt ook wel een manoeuvreerder genoemd. Waarom? Omdat het eigenlijk niet... Het is een visje. Het is een onder de familie van de beenvisachtigen, dus volledig uit bot. En het is een manoeuvreerder omdat het eigenlijk niet echt goed kan zwemmen. Het heeft wel vinnetjes en zo, maar het gebruikt ook zijn staartje om zich vast te klampen aan een stukje koraal, om in de stroming toch ergens te plaatsen kunnen te blijven. Het is een echte plantrekker. Ja. Die heeft een volledig eigen manier van voorbereiden. En die vinnen die wel heeft, dat lijken meer vleugeltjes. Ja, het is een soort van evantail, zo'n wappertje voor in de zomer, weet je. Ja, ze zijn zeer sierlijk. Nu, Kimberly Clijs, veel dieren die schattig lijken, zijn in waarheid gruwelijk. Bijvoorbeeld een dolfijn vinden we leuk. Maar als je droomt van dolfijnen, is dat volgens Freudianen een slecht teken. Want die kunnen wel eens gemeen happen. Is dat ook met zeepaarden? Nee, ik heb... Hebben die ergens een secret dark en een zwarte agenda? Goh. Niet dat je weet. Misschien hebben ze één puntje waarin dat ze zich toch wel een beetje onderscheiden. En dat is dat de mannetjes moeten bevallen bij het zeepaardje. Ah, ja. En misschien is dat, kunnen wij dat zien als een soort van revenge. Met mij bedoel je dan de vrouw, hè? Ja. Ja. En dat is dan wel grappig, omdat uitgerekend een zeepaardje een monogame diersoort is. Ja. Dus uitgerekend de diersoort waar het mannetje zwanger wordt, is dan maar monogaam. Dat is ook wel smerig van die mannetjes weer al. Ja. En ik heb toch ook gelezen, niemand is perfect en ook niet bij de zeepaardjes. Ze zijn ook gekend om, en ik geloof dat ze daarmee bezig zijn op dit moment, als ik ze zo bezig zie, met een paringsdans. Ja, dan verstrengelen ze hun staartjes in elkaar. En naar het schijnt is dat en ik heb het al gezien, een prachtig, prachtig ritueel. En de apotheose van dat ritueel is dan het vrouwtje, die haar celletjes, haar eicelletjes, dat kunnen er een paar zijn, maar dat kunnen er ook heel veel zijn, in het buikje van de buidel van het mannetje legt. En dan ziet het mannetje de laatste dagen van de zwangerschap toch heel fel af, want die buik is niet meer te overzien. En ik denk zelfs de beste manoeuvreerder krijgt het dan heel kwaad. Ja, een beetje te veel gemanoeuvreerd. Een beetje te veel gemanoeuvreerd. En dan tijdens de bevalling, dan spert hij die buidel open. En dan die vruchtjes die daaruit komen, zijn eigenlijk al volledige mini zeepaardjes. Ah, ja. En dat is dan een wolk, een witte wolk van allemaal heel, heel kleine zeepaardjes. Ja. Maar die moeten dan ook hun plannetjes trekken, want dan is het gedaan met
de verantwoordelijkheid van de ouders. Ja, ja. Die stoten hun kindjes af. Ze stoten ze uit en het is gedaan. Ja. Ja. Nu, dan zijn ze klein, maar wist je dat zijpaarden best wel 25 centimeters groot kunnen worden? Ja, ja, dat is al een serieus paardje eigenlijk. Hè? Het is wel mooi hoe die zijpaarden hun staart in elkaar verstrengelen. Daar de horrorvariant van is de rattenkoning. Dus het gebeurt dat rioolratten door smerige drek in die riool en lijm en velpon die er rondhangt. Het is werkelijk zo dat ratten in elkaar staarten verstrengeld geraken en niet meer loskomen. En je hebt dus van die gebundelde ratten. Dat zijn dus 8, 9 ratten die aan elkaar plakken. En altijd samenhangen. En dus één van die ratten erkennen van oké, kies jij maar of we nu naar links gaan of naar rechts. En is daar dan nooit geen rat bij die zegt het is genoeg geweest, ik bijt mijn staart af? Ja, dat zou eigenlijk logischer zijn. Hè? Dat noemt men autofagie, dieren die zichzelf afknabbelen. Bijvoorbeeld konijnen in stress knabbelen hun eigen pootjes af. Ja, ik heb geweten, paarden... Ik heb altijd als ik jong was heel veel tussen de paarden gezeten... Paarden die met hun staart ergens verstrengd in geraken, bijvoorbeeld prikkeldraad rond een weide, is heel erg gevaarlijk voor paarden, want die hebben een mooie, zachte staart en die slaan de vliegen van zich af. Maar stel, die staan te dicht bij zo'n afsluiting en die staart geraakt in die prikkeldraad, het dier slaat in paniek en trekt dus werkelijk zijn staart eraf. Ja, ja. En heb je al een keer zo'n staart gezien van een paard? Heb je daar al een keer aan gevoeld? Ja, want ik speelde viool en een strijksok is gemaakt van paardenhaar. Maar dat is het haar, hè? Maar heb je het is een soort ledemaat ook. Heb je dat dan? Het is heel dik en het is wel zo lang. Dus dat is niet alleen de haren, maar de staart zelf. Ja, dat is zo geen knotje like bij een boerenpaard, wat er al lang haar op staat. Het is echt bijna een arm lang en dik en moet gruwelijk zijn. Ja. In de laat 18e eeuwse prachtroman Het Lijden van de Jonge Werther van Goethe schrijft Werther, annex Goethe, dat Arabische volbloedhengsten, als ze sneller willen lopen, hun eigen bloedaders doorbijten om lucht te scheppen en dus meer energie te vinden. Dat is natuurlijk romantisch zelfmoordachtige gedachte, maar die is later weerlegd, dus dat is een apocryf. Ja, over de Arabische volbloed bestaan de mooiste legendes natuurlijk. Is dat zo? Ja. Weet jij veel van paarden, Basja? Want jij bent een zeer vrouwelijke vrouw. Was jij als prille teenager gek op My Little Pony? Ik was verzot op paarden. Ik ben daarmee geboren. Ik heb het niet van thuis meegekregen, totaal niet. En ik heb mijn hele kinderjaren en een deel van mijn jeugd getracht om het bezit van een paard toch maar te verwezenlijken. Is dat gelukt? Dat is gelukt. Heb jij een paard? Of had je een paard? Het is een heel triestig verhaal. Oké, daar komen we dan straks op terug. Tot ziens, Kimberly. Dames en heren, beste luisteraars. Vorige week al was ik op bezoek bij de overgetalenteerde alleskunner Bent van Looy. Een man die tot nederigheid stemt. Aan het plafond van zijn wagon een poster van Ziggy Stardust. En zelf draagt hij een beetje vreemd een zilveren pyjama, zo lijkt het wel. Wonderwel is hij nog altijd bezig met de zeer diverse inhoud van zijn 17 koffers te sorteren. Kijk, dames en heren, zijn schuifdeur gaat open als je op deze knop hier drukt. Ja, daar waar we over bezig bent van Looy, David Bowie, die ging ook ongelooflijk goed gekleed. Ja, die stond echt met alles. Ja, want als je dat nu nagaat, die Ziggy Stardust, hè? Ja. Vlak voor die bekend werd als Ziggy Stardust, liep hij al een paar weken, niet zo heel lang, in dat pak rond. En iemand die er gewoon bij liep, iemand van het management, die zei, we hadden eigenlijk het gevoel dat we met een zotteke, ik weet niet meer juist het Engelse woord, maar gewoon een of ander gekje, een of ander, dacht dat het gekkenhuis was ontsnapt. Ja, daarvoor, nog voor Ziggy Stardust, ging die ook gekleed in een lange jurk, hè. Ja, dat heel lange haar en die belachelijk brede broek. Hè? En daarmee durfde hij het aan om bij Andy Warhol binnen te stappen. Ja. Maar dat imago gaat me niet af. Ik bedoel, daar hou ik echt niet van. Van wat? Van die lange... Van die langharige... Nee, dat is niet leuk, hè? Nee. Maar het, ja. Omdat je ziet dat hij daar iets zoekt, hij probeert. Maar eigenlijk niks vindt. Ja, absoluut. En hij poseert zelfs ook, met een buggy. Geldt ook voor zijn muziek uit die periode. Dus iemand die heel graag wil en alles probeert... Ja. Maar niet echt, nog niet echt weet wie hij is. Nee, maar al wel topmuziek maken. Ja, dat want is... The Man Who Sold The World is met dat is geniaal. Maar voor The Man Who Sold The World zijn er ook een paar nummers waarvan je zegt, nee, dat is nog niet echt.
Dat weet ik niet. Dus die langharige boy, dat is ook wel, al zou je dat op de hoes te zien niet zeggen, hunky dory, hè? Maar daarvoor liep hij al zo rond. Zo tussen de laughing gnome. Is het nog niet helemaal. Niet helemaal, nee. Hoewel dat wel de mooie Bowie is die Anthony Newley, de Engelse zanger, imiteert en doet. Ik heb daar heel veel naar geluisterd, naar die vroege Derham-plaat van Bowie, met al die vaudeville-achtige nummers. Het is ook zo'n nummer over een grafdelver met echte regeneffecten en dondereffecten. En toen ik op de Sint-Lucas zat in Gent, was dat mijn dagelijkse soundtrack. Ja. Want toen ze dat liedje over die Gravedigger opnamen, hebben ze ook werkelijk met een spade in de grond zitten rondhossen in de opnamestudio. En dat hoor je. En die producer die dacht toen ook, we zitten hier met een gek op het moment. Ja. Goed, we zijn al een tijdje bezig over herenkleding. Bent van Looy, begrijp jij de psychologie van de travestiet, van de man die opgewonden wordt om chartels aan te doen? Ik zal misschien zelf die deur verder openduwen. Ik begrijp die, maar ik kan er zelf niet in meestappen, omdat ik dan zelf zou moeten lachen. Ja, dat is iets heel specifieks. Hè? En kleding heeft een bepaalde lading. Hè? Dat voel je ook als je dit Bowie t-shirt dat je aan hebt. Oh ja, dus dan, eigenlijk toevallig. Ja. Want we hebben het over Bowie. Ik draag vanmorgen toevallig, wel vanmorgen, 5:30 op de trein, een Ziggy Stardust t-shirt. Ik was me eigenlijk niet van bewust. Nee, en dat heeft een zekere lading. Als ik in jeans en t-shirt de stad in ga of in pak, ik voel me helemaal anders. En soms doe ik iets aan, 's morgens ik ga naar buiten en voel ik van, ah nee, dat is het niet voor deze dag. Ik heb iets anders, een andere lading nodig en dan doe ik een bepaalde jas aan. Ga je dan terug naar huis om iets anders aan te doen? Ja, dan doe ik een andere jas aan met een beetje verhaal. Zoals Kim Carradish die dus per dag 10 verschillende kostuums draagt. Zo erg is het niet, maar een jas waarmee je ongelooflijk veel hebt meegemaakt, heeft een bepaalde lading en die kan je ook... Die geeft dat dan door. En dat is met die vrouwenkleren natuurlijk ook. Die hebben een hele lading van het verbodene, van het verleidelijke. En als dat werkt voor jou, dan geloof ik dat dat direct werkt als een soort van onzichtbaarheidsmantel of zo. Ja. Zou het ook voor travestieten niet zijn een soort aanschurken, experimenteren met de grens van de schaamte? Dus dat ik ga ik nu op de Turnhoutse baan rondwandelen in een minirok, ook al heb ik een snor. En de mensen gaan me allemaal aankijken en ik ga me daar een beetje over schamen. Ik denk maar het niet. Kicken op die dat schamen. Kan zijn, maar ik denk het niet. Misschien is dat bij de ene anders dan bij de andere. Ik heb vaak het gevoel, en in mijn buurt loopt ook echt een soort zeebonk rond op hoge hakken. Maar ik heb het gevoel dat hij zich echt beter voelt zo. En meer zichzelf dan wanneer die sneakers zou aandoen. Ja, dat geloof ik dan ook wel hoor. Ik heb ook een vriend die is eigenlijk nogal agressief. Mm-hmm. Maar als hij als vrouw gekleed is, is hij heel aangenaam. Maar ik heb ook wel eens een travestiet horen vertellen van ja, ik zat met mijn hakken in een rioolputje en ik kreeg die schoen niet meer los. En de mensen keken allemaal. Dus toen had ik toch het gevoel, hij schaamde zich, maar hij kikte op die schaamte. Maar misschien was hij niet eens een echte travestiet, maar iemand die daar gewoon een beetje aan het proberen was. Ja, dat kan. Dat kan. Jij hebt dus wel heel veel kleren, hè? Hoe berg je die op? In een kast. In heel veel kasten. Ik heb, veel kasten? Ik heb meer kleerkasten dan mijn vrouw. Dat is heel erg. Je hebt 8 kleerkasten? Ja, 6. 6 kleerkasten? Ja. Ik vind het ook moeilijk om mijn kleren netjes te ordenen en op te bergen. Vind ik ook. Want wat doe je met een t-shirt dat je 1 dag hebt gedragen? Moet dat in de was? Nee, mag niet. Nee. Maar wat doe je er dan mee? Want je wilt het eigenlijk ook niet meer aandoen. Hè? Waar je kunt een stoel op je slaapkamer zetten en dat erover hangen. Maar dat is dus de hel. Hè? Al die stoelen waar t-shirts over hangen, dat is toch vreselijk. Ja, ik ken het. Ja. Wie doet bij jullie thuis de was? Ik. En de strijk? Ik. Strijk je zelfs onderbroeken? Nee. En zelfs bepaalde hemden niet. De meeste hemden zijn mooier gestreken, maar als je een hemd zoals deze, dat is gemaakt van Oxford katoen. En dat is veel mooier als het een beetje verkreukeld is. Ja, dus dat leg ik dan gewoon zo in de kast. Laatste vraag over dit onderwerp. En dan ga ik eens zien of er nog een koffie te verkrijgen is. Want ik vergeet... Ken je dat gevoel dat je iets ging doen? En waarom kwam ik alweer hier? Zo ben ik al 8 weken onderweg naar de koffie. Ja, dat is 2 wagons verder. Hè? En heb jij dat al eens voor gehad? Wat? Dat je beneden komt en je denkt, waarom kwam ik nu beneden? Voortdurend. Ja. Is daar een trucje tegen? Ik denk het wel. Ik denk meditatie is goed en in het nu leven, maar dat is niet altijd gemakkelijk.
Wat ook helpt is terugwandelen. Dus bijvoorbeeld je gaat van de garage naar de kelder en dan ben je in de kelder van waar kwam ik alweer halen. De truc is terug naar de garage gaan. Ja, dat zegt mijn moeder altijd. Letterlijk exact dezelfde route afleggen. Ja, ja. Ja. In ieder geval dus mijn laatste vraagje voor ik misschien voor die koffie ga. Hoeveel procent van de mensheid, of laten we het zo zeggen, hoeveel procent van de Vlamingen die je op straat tegenkomt is slecht gekleed? Heel veel, omdat mensen schamen zich om uit de band te springen, lijkt het. Of om te lijken alsof het hen iets kan schelen. En daarom doet iedereen hetzelfde. Donkerblauwe jeans met een donkerblauwe sweater en een grijze jas of zo. Ja, dat is vooral dat eigenlijk kleur, in droevig. En vooral mannen. Vooral mannen mogen geen kleur hebben. Ja, dat is heel droevig. Omdat het is er, waarom zou je er niet mee spelen? Ja. Tot zo. Ja, beste luisteraars, ik zal het nu maar heel eerlijk toegeven waarom ik uit die wagon van Bent van Looy weer naar buiten ben gerend. Die babbel van daarnet over mannen die zich graag als vrouwen kleden en zo. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, eigenlijk heb ik daar domme dingen gezegd. Heb ik me daar echt een heel klein beetje aangesteld in die flauwekul die ik heb verkondigd. Dus ik kan jullie wel vertellen dat een smurf gemiddeld 3 appels hoog is. Want dan spreek ik uit ervaring. En ik kan jullie wel uitleggen dat Edinburgh op de wereldbol meer noordelijk ligt dan Moskou. En dat Shakespeare, die naar alle waarschijnlijkheid roodharig was, gestorven is op zijn verjaardag. Juist zoals Telly Savalas, de acteur van Kozak, gestorven op zijn verjaardag. Maar over dingen zoals travestiet, waar ik eigenlijk te weinig vanaf weet, behalve conservatieve, kinderachtige misvattingen, daarover kan ik voortaan maar beter mijn mond houden. Trouwens, ik moet nu mijn mond houden, want hier komt een dienstmededeling, heb ik begrepen. Why have you not changed? Will more suffering will help you to change? Zeker is het een perfecte gelegenheid om naadloos over te gaan naar aflevering 2 van, zoals beloofd, ons wekelijkse radioluisterspel, getiteld Circus Bulderdrang en de reis naar het middelpunt der aarde. Zeer losjes gebaseerd op het quasi gelijknamige meesterwerk van Jules Verne uit 1864. Reis naar het middelpunt der aarde, een prachtig boek met daarin de eerste literaire plesiosaurus aller tijden. Paddenstoelen? Van het slangenmens? Ze ruiken wel heel erg zuur. Maar zo heb ik ze juist graag. Dat wel. Het slangenmens kent mij. Ik Krambikkel, die zal heersen over de aarde. Ik hou er niet van als champignons te lekker afruiken. U, miauw, u heeft mij geholpen, grote meester met de scherpe neus. Dacht ik het al niet. Heer Katinova. Die zure geur, die ongekende smaak van kattenbakvulsel. Breng uit uw verslag. Dan krap ik hier wel ondertussen nog wat krollen van uw trap. Miauw. Op de rug van de Minotaurus ben ik helemaal terug naar boven kunnen vluchten. Helemaal uit het middelpunt van de wereld. Of toch bijna miauw. Als enige was ik er degene die daar op zijn pootjes terecht kwam. Victorie! Dankzij die sukkel, de gelaarste lappenkat, alleen dankzij zijn snorharen zal ik het circus effectief weten te vinden. Niet om het te bevrijden, beneden. Wel, volgens mijn instructies, zullen die domme creaturen van het circus het zwaard van Oberon. Oberon, Oberon. Voor mij smeden. Om daarmee te heersen over heel de aarde. Ikko. Beste luisteraars, Chucky is de naam van een kleine, roodharige pop
die een centrale rol speelt in een hele serie merkwaardige horrorfilms van de Italiaans-Amerikaans geboren scenario-schrijver Don Mancini. De allereerste film rond Chucky, Child's Play uit 1988 alweer, heeft zo net een indrukwekkende remake gekend. En misschien is het daarom dat er op onze trein de oneindige passagierstrein van de grote Don Vitalski radioshow een gelijkaardige, maar dan blondharige monsterpop aan het rondrennen is geslagen om spoedig vast en zeker terreur en verderf te zullen veroorzaken. En nog steeds bent u aan het luisteren naar de grote Don Vitalski radioshow. Een radioprogramma over alles. En mevrouw? Ja? Heb jij een pop gezien? Zo groot, blauw kleedje en blond, krullend haar. Ik denk daarnet, hier op de gang, kan dat zijn toen ik binnenkwam? Ja, dat kan heel goed. Ja, maar ze had zo'n rare blik in haar ogen. En, boos of blij? Of boze wenkbrauwen en blij glimlach? Ken je dat, zo'n glimlach van boos en blij tegelijk? Ja, dat is heel eng. Een koude glimlach. Ik heb hem de trap zien opgaan. Ja, oké, doei. Het mooiste paard ter wereld is genaamd Tornado, het paard van Zorro. Het tweede mooiste paard ter wereld is Victor, het paard van de neef van de Lone Ranger. Niet te verwarren met Silver, het prachtige paard van de Lone Ranger zelf. En zelf, dames en heren, zie ik maar zelden een echt paard, omdat ik in de stad woon. Maar des te vaker zie ik een standbeeld van een paard. Met daarbovenop meestal een ruiter uit ver vervlogen tijden. En dit is wel boeiend. Als een gebeeldhouwd paard stijgert, dat wil zeggen als dat is gebeeldhouwd in stijgerende houding natuurlijk, dan wil dat zeggen dat die ruiter op dat paard is overleden in de strijd. En als zo'n gebeeldhouwd paard maar één been oplicht, dan wil dat zeggen dat die ruiter erop is gestorven aan zijn verwondingen na de strijd. Staat tenslotte een gebeeldhouwd paard met vier benen op de grond, dan wil dat zeggen dat die ruiter die erop zit een vredige, natuurlijke dood is tegemoet gevallen. En waarom vertel ik jullie dit? Omdat we nu voor de tweede keer naar binnen wandelen bij Kimberly Clijs, beter gekend als de superster, de wereldzangeres Little Kim. Dames en heren, daar straks ben ik een beetje op een brutale manier, of is het alweer 6 dagen geleden, weggelopen bij Kimberly Clijs, de beroemde zangeres. Vlug even terug. Mag ik nog binnen? Ja, jij mag nog binnen. Want je was juist iets aan het vertellen, de laatste keer toen ik je zag, over... Wel, je had het aangekondigd als een droevig verhaal. Ja. Namelijk dat je een paard had of hebt of... Ja. Wel, wat zoals... Wat was de naam van dat paard? Asia. Oké. Ja. Het was al tijdens mijn kindertijd. Ik was 6 jaar of zo en ik droomde ervan om paard te rijden. Nu, ik ben van een heel gewone komaf. Mijn ouders waren arbeiders en daar waren absoluut de centen niet voor in de jaren 80 om daarin te investeren. Maar allee goed, na veel aandringen mocht ik toch een aantal keer per jaar naar een manege. En dan leer je mensen kennen en dan werd ik groom voor een jumpingstal als 13, 14-jarig meisje. En daar kon ik dan met de paarden bezig zijn en verzorgen en inrijden, uitstappen. Ik was eigenlijk een heel handige knecht die niet moest betaald worden, maar ik deed het supergraag. Ja, mijn dochter is ook zo gek van paarden. Ja. Thuis ruimt hij nog de eigen Lego niet op, maar die, met plezier gaat hij de paarden stront wegscheppen in een ton. Het is ongelooflijk. Voor de stront trekt ons aan. Zelfs. Ja. Het is ook wel relatief, zijn het mooie fecaliën van paarden. Lekker droog. Ja. Een apendrol is erger. Maar ik onderbrak jouw romantische verhaal. Hoe zat dat toen? Ja. Dus de droom van een eigen paard te bezitten kwam dichterbij. Ik zou het ergens kunnen stallen. Dus dat was ook al super. Dus ik moest er enkel voor zorgen dat ik een budget had om het te kopen. Ja, dat is natuurlijk nog niet het geringste probleem. Nee. En ik dacht, als ik 60.000 frank bij elkaar kan krijgen, dan lukt het mij om één aan te schaffen. Dus ik ben op mijn 14e borden gaan afwassen in een restaurant. Elk weekend. Elk centje stopte ik in mijn spaarpot. Oh, aandoenlijk. En na 2 jaar had ik 60.000 frank. Ongelooflijk, zoveel geld. Ik kijk in de koopjeskrant en... Een aantal keer ga ik op bezoek bij mensen die hun paard verkopen. Zo ook bij een zekere meneer in Ternat.
En all places. Internat, ja. Ik gruwel nog als ik het passeer. Ja. Ik ga daar naartoe en ik tref een prachtig paard aan. Heel goed bereidbaar. Ik mocht daarmee crossen op de weide. Dat paardje deed alles. 14 dagen nadien, ik zeg, ik wil nog eens komen rijden. Ja, ja, maar het is dan om te beslissen of dat je het koopt of niet. Ik zeg, zeg. Oké, het is goed. We stonden voor de winter. Ik ga gaan kijken en natuurlijk, ja, je bent verkocht, hè. Uw hart is gestolen. Het was een mooi paard. Het was een heel mooi, lief, volwassen paard, want ze was 1,72 meter schoftoogte en voor een meisje van een dikke 1,50 meter was dat toch wel een serieus beest. Ja, ja. Maar ze was zo lief. Ik neem die mee naar huis en wij beleven... Hoe neem je zo'n paard mee naar huis? Zij hebben ze eigenlijk gebracht, okay. Je hebt gelijk. We hebben ze niet in de koffer gestoken. Ik kwam niet vervelend toe, maar ik was gewoon benieuwd. Ja. Ik wil zeggen, we kopen ze. Ja. De week nadien staat de remorque daar. Die meneer van Ternat laat zijn paard uit. Ja, we betalen. Op 10 minuten is het eigenlijk weer weg. 3 weken nadien, die band met dat paard groeit, tref ik ze aan, hoestend, happend naar lucht. En ze had die nacht op stal gestaan. Kijk, dames en heren, dit is eigenlijk een heel spannend moment om te zeggen, wordt vervolgd. We komen straks terug. Gegroet, dames en heren, beste luisteraars. Zometeen ga ik naar binnen wandelen in de treinwagon van iemand die is genaamd Philip Marsboom. En zijn wagon is ingericht tot een bibliotheek, zoals wel sommige anderen hier aanwezig. Maar het gekke is dat die bibliotheek bestaat uit boeken van maar één schrijver. Dat zijn allemaal boeken van Gerrit Komra. We wandelen nu naar binnen. Goeiedag, Philip Marsboom. Dag, Don Vitalski. Jij bent opgestapt op onze trein op een vreemde plek, namelijk een plek die jij vreselijk vindt. Wat vind jij de vreselijkste plek van de wereld? De vreselijkste plek van de wereld, als we het over treinen hebben, moet toch ongetwijfeld het station van Schaarbeek zijn. Het station van Schaarbeek? Kan je zelfs uitleggen waarom, Philip Marsboom? Het lijkt alsof je terug een eeuw terug in de tijd stapt in het station van Schaarbeek. En er is ook een eeuw lang niks aan gedaan, denk ik. Er is geen onderhoud gebeurd. De verf bladdert van de muren, van de perrons. Er staat geen glas in de schuilhokjes, de schuilhutjes. Het is er ook altijd slecht weer misschien. Het is altijd slecht weer. Ben jij soms in het station van Schaarbeek? Wel, ik heb een tijdje in Brussel gewerkt. En dan ging ik met de trein van Antwerpen naar Brussel, omdat dat nu eenmaal een handige verbinding is. En we stonden wel eens stil in Schaarbeek om te wachten om Brussel in te rijden, de Noord-Zuidverbinding. Dat is altijd een flessenhals. En dan stond je 's ochtends een kwartiertje. Gelukkig zaten we dan in de trein. En dan kon je dat perron zien, want het station van Schaarbeek, verschrikkelijk. De meest verschrikkelijke plek ter wereld, denk ik. Het is goed dat je dan nu bent opgestapt en dat we Schaarbeek achter ons laten. Gelukkig. En jij zit hier meteen, want je bent nog maar net opgestapt met je neus in die boeken van Gerrit Komra. Welk boek van Gerrit Komra heb je nu op je schoot liggen? Want je hebt er daar een hele reeks. Ik was net nog een stukje aan het lezen in De Buitenkant. Dat is een deeltje dat verschenen is in het privédomein. En privédomein, het woord zegt het, dat gaat dus over jouw privéleven. Ja, dat zijn geen romans, maar documentaire, ecodocumentaire geschreven. Eigenlijk de mooiste reeks van de Nederlandstalige uitgeverij, privédomein. Maar het merkwaardige is dat Gerrit heeft daar dus ook een deel gevuld. En hij noemt dat De Buitenkant. En dat is inderdaad wel opvallend, die titel, want je ontdekt wel heel wat dingen over Gerrit, maar je blijft er altijd nog met het gevoel zitten, ja, maar wie was die man nu echt? En zelfs in dat boek dat bij privédomein verscheen, blijft hij eigenlijk vergrendeld? Ja, ja, hij is een meester in het gebruiken van maskers. Dus op een bepaald moment beschrijft hij iets dat hij heeft meegemaakt, vertelt hij een hele leuke anekdote. En dan, soms is dat grappig, soms is dat gewoon informatief. Maar dan 40 pagina's later schrijft hij net het tegenovergestelde. Ja, ja. Ja. En Gerrit kwam er ook mee weg. Hij kon dat ook perfect doen. Hij heeft bijvoorbeeld ook eens gedichten geschreven waarin hij
in één gedicht heel erg iets bewonderd. En mooi, er heel mooi over schrijft. In het tweede gedicht beschrijft hij het als het lelijkste ding ter wereld. En het zijn twee prachtige gedichten. Dat maakt hem eigenlijk tot een kind van de romantiek. Nu, voor mensen die misschien 17 jaar oud zijn, misschien even encyclopedisch situeren. Wie was Gerrit Komrij? Waar is hij geboren en waarom is hij gestorven? Gerrit Komrij was een schrijver, een volbloedschrijver. Waar is hij geboren? In welke stad? Hij is geboren in Winterswijk, een heel klein dorpje. In de Achterhoek in Nederland, vlak bij de Duitse grens. Want toen hij een tiener was, toen hij 12, 13 jaar was, dan ging hij met de fiets naar Duitsland om kleine pocketboekjes van Goethe te kopen. En dan was hij een half uurtje onderweg of zo met de fiets. Dus ja, het was echt vlak bij Duitsland. Hij is overleden in Amsterdam. Maar nog niet zo heel lang geleden. Hij is overleden op... ik had hier even bij. Zijn overlijden was voor jou ellendig, hè? Want jullie waren goede vrienden. Ja, 5 juli 2012 is hij overleden. In Amsterdam, in het Onze Lieve Vrouw gasthuis. Hij is overleden ten gevolge van implicaties, ten gevolge van darmkanker. Nou, maar hij was nog niet zo heel oud, hè? 68 is die maar geworden, Gerrit. Dus dat is piepjong eigenlijk. Nu, Gerrit Komrij heeft heel erg veel gedaan, hè? En ook heel erg veel betekend. Een van die dingen is, wel, hij is beroemd geworden met televisiecolumns. Ja, dat klopt. Hij is ook de man die het woord de treurbuis heeft gemunt. Wat eigenlijk in Nederland een perfect woord is om te gebruiken. Wat heel veel Nederlanders ook kennen en wat ze ook nog gebruiken. Wat ook nog redelijk veel opduikt in televisiecolumns heden ten dagen. Maar het is Gerrit die dat heeft, voor de eerste keer heeft opgeschreven. Hij heeft een jaar lang voor het NRC Handelsblad televisie gekeken. En die waren opvallend, die columns over die televisie, omdat die extreem bijtend en afbrekend waren. Dat was echt met de hakbijl erin. Hè? Ja, hij is eraan begonnen met het idee van, ja, televisie, daar kun je toch nog wel wat van opsteken, daar kun je nog wat van leren. Want hij wist van niks. Hè? Nee, in opdracht begon hij tv te kijken, want daarvoor keek hij geen tv. Maar hij is tot de conclusie gekomen en zeker had je toen in die tijd, toen Gerrit keek, begon dat commerciële bestel daar in Nederland op te komen. En het was een harde concurrentie, de zenders tegenover elkaar. En het ging er nogal plat en een beetje flauw aan toe. En Gerrit heeft dat perfect ontleed. En nu heeft Gerrit Komrij over de bijtendheid van zijn teksten wel eens gezegd. Ik ben helemaal geen chagrijnig hart die alles slecht vindt en die de hele tijd kwaad is. Maar schrijven dat iets goed is, dat is zo saai. Dus voor hem was dat ook wel gewoon een manier van aangenaam bezig zijn, hè, om dingen af te breken. Absoluut, absoluut. Dat heeft hij later ook in interviews toegegeven. Dat hij zei van, ja, ik kan perfect iets beschrijven dat ik mooi vind in 3 zinnen. Maar hij zegt, ik kan het toch veel leuker in 20 zinnen opschrijven waarom ik het niet goed vind, waarom ik het lelijk vind. Ja. En dan kun je al die argumenten gebruiken. En als hij iets beschrijft, dan... Gerrit is een meester in de overdrijving. Het gaat... De eerste keer is het lelijk, dan is het... In de tweede zin is het afschuwelijk. In de derde zin is het verschrikkelijkste dat er op aarde ooit is te zien geweest. En zo gaat het maar verder en verder. Telkens een schipper er bovenop. Filip Marsboom, ik kom meteen terug, maar ik ben onderweg om een koffie te gaan halen. Wil jij ook een koffie? Heel graag. Dan ben ik direct terug. Dat is goed, tot zo, Dom. Zoals jullie weten, dames en heren, de tijd die vliegt. Zelfs als de tijd heel traag vliegt, toch blijft die vliegen. En die traagheid of die snelheid, dat tempo zelf, is eigenlijk minder belangrijk dan die vliegende beweging op zich. Als een tragische hommage aan een zekere Thomas Selfridge, de eerste mens ooit die te pletter stortte met een vliegtuig op 17 september 1908. Ik ga nog heel eventjes langs bij professor Braakman, als ik daar nog binnen mag. En ik ga nog heel eventjes mijn excuses aanbieden bij Bent van Looy, als hij nog wakker is. Maar daarna, beste luisteraars, is het prachtige circus weer helemaal voorbij deze week. Nee, gelukkig nog eerst 1 minuutje live poëzie in open lucht.
van de zeer aantrekkelijke conductrice geheten Monnik Bol. Letters. In brak water of in zwarte poelen. In plassen na een regenbui. In bodemloze diepzee. In het donsje dat de mist net achterliet. In vallend water en met elke druppel tuimelt een teken. Uit een pen vloeien oeverloos blauwe, groene, grijze letters. Ingeademd en weer uitgespuwd verwoorden ze schel wat is, wat niet. Of verrassen ze als in lettersoep. Hun wezen striemt of zalft, stroomt of zuivert, of buldert, onbelemmerd, als het water. Een hartelijke groet van Monnik Bol. Professor Braakman, hoe is het eigenlijk gesteld met het kannibalisme in de wereld? Dat zou ik moeten aan andere experts vragen, moet ik u bekennen. Ik denk dat het er vrij flauw aan toe gaat. Dat is zo mijn... Hebben wij een voorstelling van de smaak van mensenvlees? Hebben we daar een idee van? Ik zelf niet, maar ik heb wel hier en daar wel al getuigenissen gelezen van mensen van vroeger. Denk aan in antropologische verslagen. Maar er zijn natuurlijk ook moordenaars waarvan wel bekend is. Jeffrey Dahmer, als ik me niet vergis bijvoorbeeld, durfde wel eens een stukje mensenvlees eten. En die getuigen dan soms wel van de smaak. En hoe smaakt het? Ik ben zelf vegetariër, dus ik kan er mij al helemaal niet veel bij voorstellen. Maar het zou naar varkensvlees smaken. Ik schrik er daar niet van. We naderen weer het einde van de grote Don Vitalski radioshow. Een radioprogramma over alles, met dank aan iedereen die eraan meewerkt. Kijk, beste luisteraars, de nacht dendert voort. Ik denk dat we ondertussen door Transylvanië aan het reizen zijn. En hier ben ik terug binnengemogen bij mijn goede vriend Bent van Looy. Bent van Looy, sommige mensen lezen de krant op de trein. Of sommige mensen maken zichzelf wijs dat ze een roman aan het lezen zijn. Maar er zijn ook mensen die op de trein op hun telefoon televisie film kijken. Vind je dat dat kan? Nee. Ik vind dat ook niet. En waarom niet? Ik weet het niet. Dat is zoiets egoïstisch bijna. Dat palmt toch meer van de ruimte in, zelfs al luisteren met koptelefoon. Maar dat is toch iets anders. Dat is alsof je echt zegt van de wereld en mijn medereizigers kunnen mij echt niks schelen. Dat ten eerste. En ten tweede zou ik zelf ook eigenlijk niet genoeg in die film kunnen kruipen. Omdat je toch ergens alert moet blijven voor een conducteur, voor een vrouw die plotseling moet bevallen. Met een boek gaat dat wel. Mijn boek gaat dat wel, hè. Oké. Ben je niet? Ja, ik heb er geen last van. Ja. Nu, er was hier een heel erg ruig uitziende man met een tatoeage in de vorm van Italië op zijn voorhoofd. En die was een film aan het zien. En ik was aan het luisteren en ik hoorde dit stukje. Dat is dan meteen een filmquiz. Uit welke film komt dit fragmentje? It's not even my brain. We had to repair the damaged areas. But we didn't interfere with your emotion or your intellect. Do you understand me, Alex? You're in control. I'm in control? Yes. Okay. If I'm in control, then I want to die. If I'm in control, then I want to die. Weet je welke film dit is? Robocop. Juist. Ja. Het is geen wonder dat je dat wist. Want je bent een grote Paul Verhoeven-fan. Een enorm grote Paul Verhoeven-fan, ja. In een radioprogramma over alles mag een uiteenzetting over Paul Verhoeven niet ontbreken. Waarom ben je zo'n Paul Verhoeven-fan? Want veel mensen lachen Paul Verhoeven weg, hè? Waarom? Omdat voor een deel zijn films te vintage zijn om nog ernstig te nemen. Bijvoorbeeld Spetters is toch wel een beetje belachelijk. Ik kan ieder moment voor Spetters gaan zitten. Ja, maar dat is heel gedateerd, maar daarin schuilt ook de charme. Maar bij Paul Verhoeven zit er onder die eerste laag zoveel meer. Dat is iemand die echt het grote verhaal van de mensheid en van de religie en al die gigantische verhalen wil vertellen met zijn films. En hij verpakt het wel in technicolor popcultuurpapier.
Maar eigenlijk is het een heel ernstige filmmaker. Van wanneer is hij ongeveer? Geboren net voor de oorlog, denk ik. Opgegroeid tussen de ruïnes in Den Haag, als ik me niet vergis. Na de Tweede Wereldoorlog speelden ze met bomscherven en de ruïnes en zo. En dat heeft een enorme indruk op hem nagelaten, die Tweede Wereldoorlog. En dat zie je ook in veel van zijn films. Soms letterlijk, in die film Zwartboek, die ik niet zo heel goed vind. Maar Starship Troopers bijvoorbeeld, een van de beste films, denk ik, van Verhoeven, komt dat ook terug. Ja. Waarover gaat die film Starfish Troopers? Starship Troopers. Starship Troopers. Is eigenlijk, dit jaar leefden we bijna in Starship Troopers. Dat is een soort van heel rechts Amerika die de planeet Mars willen veroveren. Waar allemaal rare grote buitenmaatse insecten wonen. En wat je dit jaar gewoon op het nieuws zag, leken rechtstreeks quotes van die president uit Starship Troopers. Ja, ja. Want er zijn nu toch geen reuze insecten dit jaar geweest? Nee, dat is waar. Maar de manier waarop er over, ik weet niet, over Mexicanen werd gesproken, dat was, je zou het woord Mexicanen kunnen vervangen door insect. En dat was dan dat. Ja. Ja, ja. Dat is gek, hè? Die Trump die even voorbij kwam? Ja. Ja, ja. En die nog gaat nazien. Wat is de beste film van Paul Verhoeven? Ik denk misschien Starship Troopers wel. Oh ja. Of Basic Instinct. Ja, ja. Ik dacht dat je ging zeggen Turks fruit, want je bent toch een grote Jan Wolkers-fan. Ik ben een enorme Jan Wolkers-fan, maar net daarom is het boek natuurlijk beter. Ja. Ja. Het Turks fruit is een soort van liefde voor mij. Ik hou van het totaal. Ik hou van het boek. Ik hou van het omslagontwerp van Jan Verhoeven, als ik me niet vergis. Ik heb de filmposter in mijn keuken hangen. Ik heb de Australische filmposter boven hangen. Oh. Ja. Het is in ieder geval de best verkochte film, Nederlandstalige film ooit. Ja, het was een enorm succes. De soundtrack is ook prachtig. Toet Stielemans. Het is duidelijk een film van voor de tijden van hashtag MeToo. Ja, en dat geldt voor heel veel producten uit die tijd. En ook voor heel veel Paul Verhoeven films. Ja, ja. Ja. Dat is bijna chockerend, want pas zag ik die film Turks fruit nog eens. En Rutger Hauer staat te liften. Ja. Een dame pikt hem op. En die Rutger Hauer legt meteen zijn handen op haar knieën en ze zijn vertrokken. Ja, dus, ja. Andere tijd ook. Helemaal andere tijd, ja. Maar daarom ook een mooi tijdsdocument, denk ik. Ja. Ja. Voor mij is het mooiste beeld het Turks fruit als ze gaan trouwen en ze rijden met de fiets door Amsterdam. Ah ja. En stoten een bloemenkraam om of zo. Dat vind ik de mooiste samenvatting van die film. Nu, voor die Rutger Hauer zou je voor minder als vrouw plotseling wegsmelten, hè? Ja, dat was... Rutger Hauer, is dat voor een fenomeen? Ja, een soort ridder uit die tijd. Hij begon ook in die reeks Floris. En dat ging over een ridder. Ook Paul Verhoeven regisseerde dat trouwens. Ja. Ja, en daar hebben ze elkaar leren kennen. Ja, staalblauwe ogen en een soort van gebeeldhouwde kop. Een He-Man eigenlijk, hè? Ja. He-Man, goed gezegd. Want de mooiste minuut van Rutger Hauer vind ik ontsnapping uit Sobibor. Dus... in een concentratiekamer lopen al die magere, wegkwijnende gevangenen te sterven. En dan zeggen ze, ja, die komt uit Rusland. En dan zie je dus zo'n soort Conan de Barbaar binnenwandelen, geblondeerde Conan de Barbaar. Nu, dat is een naam die niet toevallig langskomt, Conan de Barbaar, want het zag er een tijd lang naar uit dat Paul Verhoeven in 2010 Conan de Barbaar ging verfilmen. Oh. Conan the Barbarian, The Legend. Het is niet gebeurd, jammer, hè? Heel jammer, heel jammer. Ja. Want Paul Verhoeven is toch wel dé man om aan Conan de Barbaar de juiste literatuur te geven. Zeker. Want Conan de Barbaar is een literair gegeven, dat wordt door mensen onderschat. Ja, mensen denken dat het een soort pulp is, hè? Ja, dat is het ook, maar de basis ervan is literatuur, hè? Robert E. Howard. Oh ja? Die heeft een verhaal van Conan de Barbaar geschreven en dat staat in mijn top 5 beste literatuur die er bestaat. Oh. Het is boven het idee van pulp verheven, ja. Ja. Dat het zo impressionant is. Dat heeft hij dan gemeen met Paul Verhoeven. Ja, inderdaad. Ja. Dus daarom is Paul Verhoeven ook niet een beetje de ontdekker van Arnold Schwarzenegger? Die Conan verfilmt. Ik weet niet of hij de ontdekker was, maar ze hebben wel heel mooi samengewerkt in Total Recall, natuurlijk. Waarover gaat Total Recall? Dat is gebaseerd op een verhaal van Philip K. Dick, als ik me niet vergis.
heel moeilijk te zeggen, waar is dat op? Waar gaat het over? Het gaat ook over moeilijk, een soort van ruimtereis. Ja. Heel ingewikkeld, heel ingewikkeld. Met valse identiteiten. Maar ja, ook een film om je vingers bij af te likken. Ja. Wat is de slechtste Paul Verhoeven film? Wel, kan je ze ranken? Ik denk dus Zwart Boek. Vond ik niet zo goed. Dat was te veel één op één. Dat is echt zo'n Nederlandse oorlogsfilm zoals er vele bestaan. Met de moffen en de NSB en dit. Ik vind vaak Nederlandse films over de Tweede Wereldoorlog slap. Ja. Dat is echt een genre op zich. Je hebt dat boek van Jan Terlouw, Oorlogswinter. Dat is een fantastisch boek. Ja, ja. Er is nog een ander boek van de jeugdschrijver Jan Terlouw over de oorlog. En dat is Piotr. Oh ja, exact. Over een man Leningrad, over het beleg van Stalingrad of zo. Hè? Ja, dat is in ieder geval een voettocht door Rusland. Ja, van het ene punt naar eigenlijk een reisverhaal. En dat heb ik als 13-jarige jongen in één ruk uitgelezen. Ongelooflijk genoot is. Wauw, dat is echt lang geleden dat ik daaraan gedaan heb. De grote Don Vitalski radioshow. Een radioprogramma over alles. Alles. Wat zal er gebeuren met dat unieke paard van Kimberly? Zal Gerrit Komrij toch nog terug tot leven komen? Is er leven na de dood en is Robocop eigenlijk zwanger? Al deze prangende vragen zullen worden beantwoord volgende week in de derde aflevering van jullie lievelingsprogramma. De grote Don Vitalski radioshow. Een radioprogramma over alles.